Kiliano, ja, ik ga meteen naar de 90ste minuut. Hè, want Roda is al vaker ontsnapt dit seizoen in de laatste minuut. Nu weer. Ja, omschrijf dat doelpunt zelf even. Ja, ik Nathan kopte de bal, dat weet ik alleen nog. Kopte de bal naar mij. Ik nam hem aan en ik draaide de weg en ik schoot. En ik zag de bal erin vliegen. Nou, invliegen, het ging als een rolletje. Een rolletje eigenlijk, ja. En ja, ik was hartstikke blij natuurlijk. Laatste minuut scoorde de 1-1. Ja. Maar goed, ja, over twee wedstrijden gezien, Giuliano. Hoe sta je dan in het veld? Besef je, ja, want het was echt heel matig vandaag. Heb je dat in het veld eigenlijk wel in de gaten? Of is het, ja, moet je er ook niet te veel over nadenken? Nee, natuurlijk, ik zat op de bank natuurlijk. Ik begon de bank. En natuurlijk, iedereen ziet het, dat het heel matig was. Dat het echt heel slecht was en dat het veel beter moest. Nou ja, dan denk ik op de bank, als je erin komt, probeer je het verschil te maken. En ja, ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen en dat ik het team kon helpen. En ja, nu zijn we opnieuw naar de finale, maar het moet veel beter. Dat besef is er wel? Ja, dat besef is er bij iedereen. Dus, Vandaag, ja, dit was slechts de nummer 13 van de Jupiler League. En dan heb je het zo lastig, ongelooflijk eigenlijk. Ja, eigenlijk als je kijkt op papier is het natuurlijk, wordt het makkelijk te zijn, maar het is nooit zo. Voetbal is echt een raar spel. Iedereen kan van elkaar winnen. En, dat bleek vandaag wel, hè? Dus, ja, we moesten gewoon aan de bak. En ik denk dat we volgende week ook weer aan de bak kunnen. Het moet gewoon echt veel beter.